Leuk dat je kijkt naar de weekvlog. Deze week mag voor ananas. Yay! En Tessa die heeft springles, dus veel plezier met kijken. En weer lekker buiten aan het rijden in de les met het tatumpje vandaag. Hoe leuk is dat dan? Zo, de laatste update dat we op ziekenbezoek zijn. Het is vandaag zaterdag. Ja, precies. Het is vandaag zaterdag. En ja, het gaat goed genoeg. Mensen geven in de reacties dat ze mager is, dat klopt. Ik vind het als ze zo staat wel meevallen, maar ze heeft natuurlijk een hele zware operatie ondergaan. Dus dat kost heel veel energie en dan duurt het even om alles weer op orde te krijgen. En doordat ze coliek gehad heeft, kan je ook niet in één keer heel veel eten in gaan stoppen. Want dan krijgt ze weer last van de darmen. Dus dit moet rustig opgebouwd gaan worden. En alles gaat gelukkig heel erg goed. 3 maanden niet rijden. 3 maanden niet rijden, 3 maanden opbouwen. We maken er gewoon een circuspony van. Circuspaard maken we van je. Dus ja, dat duurt gewoon allemaal eventjes geduld. Zo, wij zijn in de paardenwagen en we zijn net live op Instagram geweest. Maar nu zijn we in Utrecht. Ja. En gaan we ons verrootje halen. Ja. Dus we gaan binnen niet filmen, maar zometeen zien jullie haar straks weer als ze de wagen op gaat. Gewoon, kom maar. We gaan de wagen alvast even open doen. Dan kunnen we zo de peeskappen omdoen en een roodje erin doen. Hè. Hebben jullie die achterdeur open gedaan? Oh, die is dicht. Gelukkig. Nee, hij is dicht. Ik schrok al. Die ook. Ik ook. Vloei je net opnomen? Ja. Ik dacht dat jullie dat al gedaan hadden. Nou, hij moet goed vastzitten. Tessie, kijk maar hoe het moet. Dan kan jij het de volgende keer doen. Oké, mensen, ik ga even leren hoe je de weight ophangt. Komt-ie? Door het lusje heen. Ga vast even houden. Nee, even wachten. Dan kun je leren hoe je het hooinet ophangt. Niet doen, Tess. Ik kan niet zien. Oh, dan zie je het zo op de video. Ik film het voor je. Je draait hem er omheen. Kom maar hier staan, Tess. Dan kan je het wel zien. Nog een keer. En dan weer. Weer een keer hier doorheen. En dan nog een keer daar doorheen. En dan, hè, dan komt hij. Dan doe je hem hier. Wacht even hoor. Doe je hem er zo doorheen. Wacht even, gaat snel, ja. Nog een paar keer doorheen. Nog een keer. En kijk, dan zet je hem aan het ringetje. Ringetje, ja. Doe je hem vast. Oké. Ja, je kan ook dit ringetje gebruiken. Nou, helemaal goed. En dan hangt hij. Helemaal goed. Een super mooi moment. Ons meisje mag mee naar huis. Daar is de veewagen. Tess loopt mee, Kim loopt mee. Dan mag ze lekker de wagen in. Daar wordt de mens toch gelukkig van. Dus we hoeven niet meer elke dag naar Utrecht. We gaan nu gewoon lekker de wagen in. En dan terug naar Maassluis. Weet je dat ik haar in de wagen kan zetten? Nou, laat dat Kim maar doen, schat. Ik zal hem even tegenhouden. Oh, die komt zo, die doe ik zo. Nou, dat is een beetje lastig filmen nu. Ik zie niet wat ik film. Zo. Dan mag die dicht. Ja, heel goed. Mag je naar huis? Zo, ons meisje is weer ingeladen in de wagen. Jee. Ik heb een brief gekregen. Universiteit Utrecht. Oh, wacht even, ik zal het even zo doen. Kijk, van de universiteit. Hele brief bij de paspoort. En daarin staat precies wat we wel en niet kunnen en hoe we dat dan moeten doen. En dan gaan we nu terug naar Maassluis. Nou, ze is weer thuis. En er wordt een hele hoop gehinnikt. Volgens mij was het wel lastig voor haar in de veewagen.
Ze vond het volgens mij moeilijk om de evenwicht te bewaren. Dus Tess, doe even zo. Ja, die komt hierheen. Ja. Dus nu mag ze er eindelijk uit. Ik hou hem vast en dan komt ze altijd in één keer eruit. En ze is weer thuis. Hoe heerlijk is dat? Nou, dan kan Tess even naar de box brengen. Volgens mij moet ze eerst even naar heen, ja. Het is echt schattig dit, hè. Ze is er weer. Even bij de vriendinnetje kijken. Daar is ze weer. En jij denkt, je stinkt, je ruikt er raar. Oh, nou, dat was wel. Dan mag ze naar de box. Ze mag niet draven, Tess. Kijk nou, zegt ze. Kijk hoor. Oh, kijk nou, de hele box versierd. Ja, laat die maar even, dat doen we zo even. Hoe lief is dit? Even kijken hoor. Oh. Welkom thuis. Welkom thuis, dat is toch te lief dit? Nou, dat is echt lief. Kaartje, even kijken hoor. Even kijken. Lieve Verona, we vinden het heel gezellig dat je er bent. Veel Lies, Duc, Amara, mee pizza hier helpje. Nou, dat is toch te lief. Dankjewel allemaal. Alle paardjes. En alle mensen van de paardjes natuurlijk. Super lief dit. Nou meisje, mag je je box weer in? He? Ja, je oude lekker te oud. Oh, alles is eraf. Eindelijk thuis. He? Zo. He? Lekkere meis. Gewoon weer in je eigen huisje. Super. En met je eigen liksteen. Alles weer zelf. Zo. Nou, helemaal fijn dat ze er weer is. Ik halen. Ja. Zo, de meisjes zijn er klaar voor. Vrouw staat lekker op stal. En deze twee gaan rijden in de buitenbak, geloof ik. Ja. Nou, hop, hop, hop in galop. Of misschien gewoon eerst instappen. Ja, denk ik ook. Ik moet even afsingelen. Zal ik het even doen? Nou, wacht maar even. Zo, ons Tessetje is samen met mij aan het uitstappen. Ja, stappen. Ze hebben nu bedacht dat ze gaat draven. Op zich wel grappig. Ik loop op een pad zo. En zij op de ruiterpad voor het eerst. En dan moest ik er de hele tijd naast. Dus op zich natuurlijk heel prima. Maar het gaat heel goed, dus eventjes dit proberen. Ik voel me officieel een ponymoeder. Ik loop achter de pony aan. Dat is wat ik doe. Achter de pony aanlopen. Het gaat zelfs draven nu. Ook dat nog. Ik ga ze even spelen. En wat ben je dan nu op de manege aan het doen? Even rijden. We zijn precies tegen de zon, dus dan zien we nog niks. Maar wat ga je doen in Spanje? Een uitwisseling. Nou, vertrek al. En daar is Kim met haar koffer. Papa is er ook bij vandaag. Hij bestaat echt. Ga je doen, Kim, ook alweer? Spanje. Wat ga je in Spanje doen? Uitwisseling. Oh ja. Oké, nou ga je gang. Wij gaan achter je aan.
Daar gaat ze. Door de draaideur. Het is een mooi weer. Oh, heerlijk. Lekker buiten, lekker bloot. En genieten dit. Echt heerlijk. Ik zou die grote wagen halen, lekker wandelen. En de paardjes staan lekker. Ik ben bij Ilse in de les geweest. Even lekker een rondje galopperen. Nou, komt ie. Ja. I like the flowers, I like the daffodils, I like the mountains, I like the green hills, I like the fire stones, I like to walk alone, do wakadoo, 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 wakadoo. Oh, dit was hem. Oké. Applaus. Oh, ga maar. Activiteiten zijn om te manegen dan paardrijden. Ja. Dat zegt Ellie dus. Die wel met de manege te maken hebben. Ja, precies, dus dat betekent dat als we ons vervelen, dan kunnen wij hier gewoon deze witte dressuur, hoe noemen we dat? Dressuurhekjes? Dressuurlatten. Dressuurlatten, excuses. Nou, wit. Nou, dat is wat jullie aan het doen zijn, toch? Ja, dus als we ons vervelen, dan kunnen we een witte dressuurlat pakken en dan neem je een emmertje sop. En dit geheel gebruik je. En hebben we hier nog zelfs een goede picknickbank. Prachtig weer. Morgen wordt het 22 graden. Dus dan komt allen. En maak dressuur latjes, platten, schoon. Zo. Fran kan even bij haar vriendinnetje gaan kijken. Daar zijn je. Die staat buiten. Fran mag natuurlijk al niet naar buiten. Oh, hapje gras is denk ik lekkerder nog. Nee. Daar is ze. En ja. Kom meis, gaan jullie even bij elkaar kijken. Nou is. Hé? Zo, en jij komt wel kijken. Nou, oké. Okay. Dit was het geloof ik. Nee, oké. Okay. Op afstand liefde. Zo, Vroontje is een beetje neerslachtig. Ik denk dat het komt omdat ze gewoon natuurlijk best wel veel in de box moet staan. Weinig kan doen, maar ook weinig energie heeft. Dus ik heb even een pedicure gegeven. Lekker de beentjes gewassen. Hoefjes schoongemaakt. Gewoon even wat anders. Nou, nog even lekker poetsen. Ja, meisje, moeten we toch even de tijd door komen. Eten is ook altijd goed.
voor het kijken. En ik zie je heel graag volgende week weer in de weekvlog. Voor nu, als je het een leuke video vond, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en ik zie je graag volgende week. Doei!